Nou, laat ik vooropstellen dat ik geen carrièreburgemeester ben. Dus ik heb niet de ambitie om Woerden te verlaten. Echter, anderhalf jaar geleden ongeveer, werd ik door een aantal mensen benaderd vanuit het Limburgse, vanuit de universitaire wereld en ook vanuit het bedrijfsleven. Eigenlijk met het verzoek van, goh, burgemeester Gert Leers heeft ambities. En die heeft hij laten zien door te solliciteren naar onder andere Den Haag en Rotterdam. Mocht hij nou weggaan, heb jij dan interesse in Maastricht? Nou, het was net een periode dat hier in Woerden we toch ook wel wat bestuurlijke spanningen hadden. Ik heb natuurlijk toch het vorige college 3 wethouders verloren. We hebben een keer als college ook een motie van wantrouwen tegen ons horen uitspreken door de raad. Dus dan heb je af en toe het gevoel van, hé, ben ik wel in Woerden bestuurlijk gezien de juiste man op de juiste plaats? Het was voor mij een enorme spanning, want ik heb het ontzettend naar mijn zin in Woerden. Ik ben ook overal bij. Ik heb het met de bevolking ontzettend naar mijn zin. Ik voel me ook echt Woerdenaar. Dus er zat een enorme spanning. Maar aan de andere kant, als je bestuurlijk niet helemaal past, zal ik maar zeggen, dan ben je ontvankelijk voor een vraag van, als er een vacature komt, met name dan Maastricht, wil je dat dan doen? En nou, daar heb ik ja tegen gezegd. En ja, daar hebben ze me eigenlijk aan gehouden. Dus toen de vacature Maastricht vrij kwam, toen werd ik gebeld van, nou, wij hadden nog een afspraak. En nou, het was een soort gentleman's agreement. En ik heb gesolliciteerd. Maar ik kan er ook ruidelijk bij zeggen dat ik dus niet met mijn volledige hart heb gesolliciteerd. Want ja, inmiddels waren de bakens hier in het Woerdense verzet, ook op bestuurlijk niveau. We hadden een nieuw college hebben we inmiddels. Nou, dat klikt enorm. We staan voor zware opgaven. Dus we zijn met elkaar op een hele goede en positieve manier aan de slag. Dus eigenlijk had het voor mij niet zozeer gehoeven. Maar goed, ik had me anderhalf jaar geleden had het ja gezegd. Dus ik vond ook dat ik me aan dat woord moest houden. En dat is eigenlijk een beetje de reden geweest dat ik heb gesolliciteerd. Nu bent u in de procedure, zoals het heet, afgevallen. Ja. Waar denkt u dat aan ligt? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik denk dat men wel heeft gezien. Dat hebben ze me later ook verteld. Ja, je straalde uit dat je het in Woerden enorm naar je zin hebt. Dus ik denk ook niet dat ze de gretigheid in mijn ogen hebben gezien van, ik wil per se naar Maastricht. Ik denk dat ik dat niet echt heb uitgestraald. Komt ook bij. Ik heb het hier in Woerden ontzettend naar mijn zin. Ook in familieverband hebben we het hier perfect voor elkaar. We hebben een ontzettend aardige oppas voor mijn 15 maanden oude zoontje. Nou, hij is gek op de oppas en de oppas is gek op hem. Dus dat zijn allemaal van die voorwaarden dat je denkt van, joh, je hebt het hier zo ontzettend goed. Je hebt een leuk college. Met de gemeenteraad gaat het nu goed. Met de bevolking gaat het goed. Moet je dat allemaal in de waagschaal stellen? En moet je dan per se naar een grotere stad, waar je enorm weer moet gaan investeren in je netwerken en alles. En nou, met name dan ook mijn kleine jongen van 15 maanden, Tom. Ja, daar ligt mijn hart toch ook bij. Hè? Nou, dat vind ik ook wel leuk, dat hij in een leuke gemeenschap zoals Woerden hier kan opgroeien. Komt ook bij, moet ik je heel eerlijk zeggen, we zijn vorige week, of 2 weken geleden, in een weekje in Boston geweest. En daar heeft Tom een dag in het ziekenhuis gelegen, omdat hij uitdrogingsverschijnselen heeft gehad. En dan ga je ook alles, ja, moet ik ook zeggen, wel wat relativeren. En dat was wel het moment voor mij van, tjonge, dat jongetje is wel heel erg belangrijk in mijn leven. En ook gewoon de omgeving waarin hij opgroeit. En dat vinden wij Woerden eigenlijk een hele mooie omgeving. En was er eigenlijk niet meer de drive en de ambitie, zoals die anderhalf jaar geleden, toen ik tegen een groep mensen ja heb gezegd, die ambitie en die drive, die was niet meer. Maar hoe nu verder? Stel dat de volgende week door omstandigheden een nieuwe gemeente belt, wat dan? Nee, ik heb ook duidelijk laten weten, dat heb ik ook in de vertrouwenscommissie in Maastricht gezegd. U zult van deze burgemeester nooit meer horen dat hij nog elders heeft gesolliciteerd. Ik word volgend jaar, gaan we de herbenoemingsprocedure in met de gemeenteraad. Nou, dat wacht ik ook met spanning af. Hè. Willen ze me nog een keer voor een periode van 6 jaar? Ik ben nu 56. Wilt u zelf nog een keer? Ik zou zelf nog dolgraag willen, ja. Dus daar ligt het niet aan. Maar ik wil dus absoluut niet, want ik ben wel meer gepolst dan voor andere gemeenten. Maar daar heb ik altijd nog nee tegen gezegd. Kijk, Maastricht, daar, nou ja, goed, nogmaals, daar had ik dus een gentleman's agreement liggen, vandaar dat ik gesolliciteerd heb. Maar er zal vanuit dit huis geen sollicitatiebrief meer gaan naar andere gemeenten. Naar andere grote gemeenten, laat ik het zo zeggen.